de gemoederen verhit zijn, wel, dan zullen die niet hoog oplopen op Rodos. Daar is het rusten. De vrije man. Mitsi Bonas, die verdediger van Larissa. Vagos en... Op Rodos, goede reactie. Op dat schot... Koeman. Ja, goed! Ze zat er een beetje op te wachten om van afstand te gaan schieten op dit lastige veld. Die keeper beoordeelde die situatie verkeerd, Michail. En nu ligt hij er dus in. Koeman. Keeper richt wat verwijtende woorden tot zijn verdedigers, maar dat is onzin. Hij is gewoon te snel naar de hoek. Daar waren we voorin over het algemeen. En dicht hij de gaatjes wanneer Van Tichelen een keertje weggaat. Opbouw van Vagos. Doeltrap. Koeman. Goed werk, zoals hij die bal meenam. En nu met links. Ronald Koeman. Open. En beide gaan nu ook uit trainingspak en zullen er dus straks al inkomen. Van Tichelen. Cruisen van Tichelen. Goeie actie van Tichelen. Lekkere bal. Het werd ook wel een beetje tijd natuurlijk, een goede voetbalactie. Varenburg en de keeper. Nu ga je. De opzet was er wel. Niet zo'n hand. Goed schot, naast. Ja. Het is toch ook wel broodnodig, zo'n activiteit. Want het werd wel erg rustig. Maar problematisch. Haalt uit. Vanenburg, Bosman, Vanenburg. Gilhuis in de spits, Cruisen achterin. Gilhuis. Goeie actie van Gerard Vanenburg. Prima gegeven. En het is Gilhuis die dat afmaakt. De keeper die loopt daar wel heel raar, dat moet eraan worden toegevoegd. En dan nu Gilhuis. Goed, prima gezien. Doelpunt. Hij ziet die keeper zich instellen op een voorzet. En denkt dan, nou dan schiet ik hem maar aan die andere kant van die keeper. 3-0, prima gedaan. Hele rare ballenvanger die Michail. Die speelt toch een belangrijke rol bij het een en ander. Je ziet de keeper niet nu, maar die moet nu terug uit zijn voorgaande stand. En dat betekent dat hij geklopt. Geel Gammel is. Niet buitenspel, Vagos. En Van Breukelen wil zelf ook, en dat zie je toch natuurlijk, toch hier niet geklopt worden. Zijn concentratie neemt niet af. Ondanks het betrekkelijk onaardige. Winkeltjes en disco's zijn gesloten. Voor een groot deel. Maar nu is het dan toch genoeg. De 90 minuten zitten erop. Nederland wint ook deze.